Ons rondje nog eventjes doen. Leonie met een prachtige expressieve vertaling. Een nieuw project voor Tissel met allemaal doosjes. Ja. Nu weer iets meer aan het uitspellen, hè? Aan het? Aan het uitspellen. Nu eventjes. Ja, een paar dingetjes zo. Ja, maar ook kwestie van licht en donker meer. Ja, oké. Okay. Een beetje dat er doorheen gaat. Nou ja, goed. Het grappige is dat het net had het een bepaalde kracht. Nu krijgt het nu eventjes... Het minder? Nou, nee, niet minder. Nee. Maar je zit anders. Nu in een fase van doorwerken. Ja. En dan is het altijd even weer zoeken waar of het heen gaat. Hoe ver ga je? Ja, en hoe ver, ja, ja, precies. En soms weer even naar versimpeling toe. Ja. Want dat heeft het nu weer iets meer. Het is iets complexer geworden. En net had het een bepaalde eenvoud en daardoor kracht. Ja, maar het was wel één hele donkere vlek daar maar. Ja. Nou, het begint nu wel weer echt een... Wat pas dat je achter niet te groot maakt. Je bijna deze net zo breed als die. De golf bedoel je. Ja, precies. Deze golf die en qua licht is het ook handiger om als je het landschap naar achteren wil klappen. Ja, ja, ja. Bloempjes. Nou ja, dit is wel de methode. Ja. Om het, alleen je ziet hoe moeilijk het waarschijnlijk is. En je moet nu echt heel zorgvuldig hier nog wat groepen naar achteren. En dan ben je echt aan het componeren met voor en naar achteren toe. Het gaat over dit stukje. Daardoor krijg je dat die bloemen deze naar voren gaan en deze naar achteren. Even voor de... Ja. Joke met groeikracht. Weer, denk ik. Of ja, in dit geval wel grotere velden. O ja, dat kan ik wel leren ook. Dat zijn appelbloesems. Appelboom, maar die boom hoeft eigenlijk niet meer. Nee. Ik zie geen boom, nee. Nee, dat hoeft niet. Nee, oké, maar dan... Bloesems. Ja, bloesems. Alleen die bloesems die groeien dan niet in de grond ook, dat is ook niet de bedoeling, maar ook niet in de boom. Want ik zeg... Jawel, ze zitten wel, ze zijn nog wel met de bodem en dan met de grond verbonden. Ja, op die manier, ja, oké, ja. Dat snap ik, maar dan niet via een stam. Nee. Die is niet belangrijk. Nee, want dan wordt het weer zo truttig als je er zo'n stammetje, dan is, zit weer zo vast. Ja. Nou, grappig. Dan hebben we wel een nieuw, zeg maar, die invalshoek dan. Dat je de bloesems letterlijk losplukt van de boom. En dan zijn eigen soort verbinding met de bodem geeft. Ja, en dan met de lucht ook. Want ze groeien door de aarde en door de lucht. En weet ik dan wat. Mooi. Interessant. Studies allemaal. En dit is dan wat meer een onderzoek even naar hoe de bodem loopt? Of, nou nee, of gewoon ook hetzelfde. Kijk wat kleur doet. Ja. Wat er gebeurt als je eerst alles blauw maakt onder en dan dat roze erin. Want roze staat voor die bloesem? Voor die bloesem. Ja. Dan zit ik, en daarom moet die kleur er ook in blijven? Ja. Ja, ik kan het ook wit maken. Kijk, hier stond nog gewoon. Ja, die is al weg, dus dat heeft geen nut.